Welkom bij De Magische Klok, de YouTube-serie waarin je alles te weten komt over de geschiedenis van de Efteling. In deze aflevering het sprookje van Hans en Grietje. In 1955, het vierde openingsjaar van de Efteling, is Hans en Grietje het 13e sprookje in het Sprookjesbos. Anton Pieck schetst het verhaal van de gebroeders Grimm, waarin broer en zus door hun vader en stiefmoeder worden achtergelaten in het bos. Nu zijn we helemaal alleen, beefde Grietje. Ik weet de weg naar huis nooit meer te vinden. Hans had een spoor van broodkruimels gemaakt, maar de vogels hadden alles opgegeten. De hele nacht dwaalden de kinderen door het bos, tot ze een lichtje zagen schijnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Het was een snoephuisje, gemaakt van pannenkoeken en andere lekkernijen. Hongerig snoepten Hans en Grietje een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden. Knibbel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje? Het was een gemene heks. Ze sloot Hans op in een hok. Ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag moest Grietje haar broer eten brengen. Op een dag stak de heks de oven aan. 1, 2, hup. Met al haar kracht duwde Grietje de heks de oven in. Opgelucht bevrijden ze haar broer en samen vonden ze de weg terug naar huis. Hans en Grietje zijn voor het eerst in het Sprookjesbos te zien op 18 juni 1955. De jongen en het meisje zijn dan gemaakt van glaswol en polyesterhars en bewegen nog niet. Bij de opening snoepten schare kinderen van een stuk slagroomtaart. De jongste dochter van burgemeester Van der Heijden verricht de openingshandeling door de klink van het hekje naar beneden te drukken. Dan verschijnt de heks. In 1969 wil men meer actie bij het huisje. Zoals een zwarte kat die voor de deur op het trapje zit en een hoge rug opzet. Dat plan gaat niet door. Maar in 1972 duikt de kat op uit een nis in de voorgevel. Ook gaat de vogel op het dak bewegen. Een bijzondere toevoeging aan het sprookje is de geur van koekjes die rond het huisje hangt. Al in 1955 wordt hiertoe een eerste poging gedaan. In de twee limonadefonteintjes voor het huisje wordt een zoet mengsel verwerkt. Maar de omringende bomen neutraliseren alles. In 2016 lukt het alsnog om de heerlijk zoete geuren te verwezenlijken. Ook krijgt de heks een nieuwe oven en worden diverse details aangepast. In de voortuin zie je in de lente de tulp Murillo, die goed past bij de snoepgoed- en zuurtjeskleuren van het huisje. In de zomer bloeit de Begonia Braveheart, die van donkerroze tot wit kleurt. In de winter wordt de aarde afgedekt met gekleurd schors. En doet de heks extra haar best met speculaasgeur en winterse lekkernijen. Naast hun stek in het Sprookjesbos vind je Hans en Grietje ook terug in de vele sprookjesboeken van de Efteling, als themasuite in het hotel, als pinset en aan de wand in Snoepwinkel de zoete inval. Ook kun je broer en zus in het park tegenkomen en duikt het sprookjesduo op in shows en musicals. Welke lekkernij van het huisje van de heks zou jij wel willen proeven?